Het ministerie van Regionale Ontwikkeling wil binnen niet al te lange tijd voor ieder dorp een apart ontwikkelingsfonds oprichten. Dit moet leiden tot een versnelde ontwikkeling van het binnenland. Het ontwikkelingsfonds zal door onder andere inkomsten verkregen uit de gemeenschapsbossen aangevuld worden. RO-minister Edgar Diekan zegt dat dit proces nog op gang moet komen omdat er nog problemen zijn rond de gemeenschapsbossen. Hij geeft aan dat de plaatselijke gemeenschap niet altijd meewerkt. Wij zeggen het gros gedeelte van de inkomsten daaruit moeten terugvloeien naar de gemeenschap ten bate van algemene ontwikkelingsprojecten. Wat heeft de gemeenschap nodig? En het liefst niet consumerend. En we zeggen tenminste 70% moet terugvloeien naar de ontwikkeling van het gebied. En het traditioneel gezag krijgt haar deel, het districtsbestuur, districtsfonds krijgt haar deel. En ook de commissie die in het veld zit om het werk te doen krijgt haar deel. Dus zo is de verdeelsleutel tot nu toe. Het gaat goed, het gaat de goede kant op. Maar nogmaals, het zijn zaken die zich nu pas zich voordoen binnen de gemeenschappen. Dat stukje transparantie, men is ook niet altijd blij daarmee. Weet u? Dus al deze zaken moet je dan gaan inbrengen. En het neemt een beetje tijd, omdat meestal wil men blijven in dat stukje comfortzone. Edgar Diekan zegt dat de overheid al enkele nieuwe regels heeft doorgevoerd. Eén daarvan is dat inkomsten van het dorp in het districtsfonds gestort moeten worden, onder toezicht van een districtsadministrateur. Een van onze grootste problemen waarmee wij nu als overheid geconfronteerd worden, is dat stukje onwelwillendheid om zich aan deze regels te houden. Men gaat nog steeds onderhands de ondernemers geld ontvangen, etc. Dus wij drukken ook de ondernemers op het hart om dat niet te doen, maar om, zoals de overeenkomst dat aangeeft, te storten in het districtsfonds. Ook daar hebben we wat problemen, maar daarom zijn we op weg naar een dorpsfonds. Dus we zijn nu bezig om de zaken in orde te krijgen, zodat elk dorp een eigen fonds heeft. Tot zover minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling. De bewindsman zegt dat ieder dorp binnenkort een eigen ontwikkelingsfonds moet hebben.